Wel, we nemen inderdaad een aantal maatregelen, maar zoals ik in het verleden ook al heb gezegd, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als ik hoor bij leerkrachten waarom men stopt, dan is ook dikwijls het respect dat ontbreekt leerlingen en ouders. En als ik dan Lieve Boef en Koen Pellerio in de kranten op een brief zie schrijven, dan vraag ik me af, waarom zeg je dat niet aan de onderhandelingstafel? 1, maar ook 2, wat gebeurt er om ook de taak van de leerkracht aanvaardbaar te maken? Er zijn pedagogische projecten, ideeën, hoe dat moet lesgegeven worden. Dat komt niet van het parlement, niet van minister Wijts. Maar dat wordt gezegd, bijvoorbeeld in het GO, elke leerling zijn individuele leerweg. En dat dus van elke leerkracht wordt verwacht van elke leerling een boekhouding bij te houden en een individuele leerweg. Ja, dat zijn zaken waar ik leerkrachten van zie vertrekken. En als 1 iets al is waar we moeten zorgen om het leraartekort kleiner te maken, beperkter, is te zorgen dat wie in het onderwijs is, er ook blijft en wie instroomt, niet direct weg is. Er is zeker ook werk voor de koepels, maar moet de minister dan zelf niks extra doen? Ja, maar we doen wel al wat extra. Dat wordt allemaal vergeten, die anciëniteit, dat is 1 stap. Maar 2, morgen in de commissie onderwijs ligt er een decreet voor om 20% vrijheid van middelen te kunnen besteden, om flexibeler personeelsbeleid te maken. Dat ligt voor, dat is een voorstel van minister Wijts. We hebben ook nog de stappen die we zetten bij de CAO, onder andere het uitrusten van leerkrachten met IT, nooit gebeurd, in het verleden nooit gebeurd, ook niet onder minister Smet. We hebben ook stappen gezet om meer ondersteuning. Dat krijgt nu zijn uitrol, maar er is niet 1 oplossing om het zomaar rond te krijgen. En het voornaamste voor mij is, L-3, laat leerkrachten lesgeven. En ik doe die oproep aan pedagogische beleiders, koepels, ouders, aan iedereen. De minister doet genoeg en de koepels moeten... Ik heb niet gezegd, we moeten verder evalueren en bijsturen. Ik heb niet gezegd, de minister doet genoeg. Maar we zetten wel stappen en ik doe ook de oproep aan alle andere participatoren om mee te helpen. Nu krijgen ze voor 20 knelpuntvakken tot 10 jaar anciëniteit bij. Waarom kan dat niet meer zijn? Wel, dat was tot voorheen 0. Hè? 0, niks. En uw minister Pascal Smet heeft zelf advies gevraagd aan de Raad van State. Kan het tot 20 jaar? En de Raad van State zei, dat is disproportioneel. Dat is te veel verschil met mensen die vroeger zijn ingestapt als zijnstromer en toen die extra anciëniteit niet hebben gekregen. We hebben nu die 10 jaar, dat is een eerste belangrijke stap. Maar iets anders, hè, dan denk ik van vorige week nog het debat hier. We moeten zorgen dat leerkrachten les kunnen geven. Ook uw partij, mevrouw Goeman, vooruit, was eigenlijk het grootste debat de lege brooddozen. Daarover ging het. Ik heb deze week nog ook geen enkele mail gekregen van leerkrachten die zeggen, omdat er een lege brooddoos is op school, stap ik uit de job. Het gaat over haalbaarheid. En een tweede iets wat vandaag veel wordt gehoord, en daar gaan we ook iets aan doen, is het M-decreet. Dat kinderen, alle kinderen, met alle mogelijke problemen, dat die in het gewoon onderwijs zouden moeten kunnen, dat gaat niet. Hè? Dat gaat niet. Dat is toen ingevoerd onder Pascal Smet. We gaan met leersteun, eigenlijk als het kan, gewoon onderwijs, en als het nodig is, een plaats in buitengewoon onderwijs. Daarover gaat het. En dat is ook haalbaarheid voor de leerkracht. Ja, jawel, dan nemen we verschillende maatregelen. Dat kan je samen dan een pact noemen. Ik heb vastgesteld dat bij mevrouw Hilde Krevits, maar ook bij minister Pascal Smet, dat pact er nooit gekomen is. Want dan laat je de karten vol. Kijk nu vandaag die open brief van de 2 koepels en direct de reactie van de vakbonden erop. Het zit al muurvast nog voor het begonnen is. Ik wil toch nog even op 2 zaken verder gaan van collega Goeman. 1. Vlaanderen besteedt zeer veel geld aan onderwijs. We zijn in de OESO, zitten we in de top 5 van meest geld. Alleen, en dat is een vraag die ik me stel, en ik hoop dat mevrouw Goeman mij steunt, moeten we toch eens kijken, blijven die middelen in de scholen? Of vertrekken die naar allerlei structuren? Want als u zegt, slechts €80 nascholing, ja, maar u moet daar wel natuurlijk de middelen voor de pedagogische begeleiding bij tellen. U moet daarbij tellen wat scholen afgeven aan koepels. Dat is het werkelijk nascholingsbudget. Als u daarentegen zegt, ja, maar laat ons dat volledig aan de school geven, dat debat wil ik absoluut met u voeren. En een tweede punt in deze is, en daar kom ik terug op de kern, als leerkrachten instappen in de job. Beginnende leerkrachten willen zekerheid. Je wilt een lening afsluiten. Wij hebben het nu met deze meerderheid mogelijk gemaakt. Een vaste benoeming na 1 jaar. Dat is het meest snelle en zekere statuut wat we leerkrachten kunnen geven. Dat zijn toch zaken, maar u wilt dat natuurlijk niet zeggen. U wilt dat niet benoemen. En dat betreur ik, collega. Want op die manier en op deze manier gaan we ook geen mensen aantrekken. Het is een onwaarschijnlijk toffe job. Ik heb het zelf gedaan. Het is een uitdaging, maar de kern is L-3, laat leerkrachten lesgeven. Ja.